Luik-Bastenaak, Luik 2008. Het is warm. Op de Redoute is het goed toeven. Ja, het is heerlijk weer en we zitten perfect. Zeker. Goed op de helling, mooi overzicht. Dus we verwachten wel een paar rabo's vooraan. Oude foto's nog, ja. Oui, c'est une ancienne, oui. De koers is de oudste der klassiekers, La Doyenne, de ouderdomsdeken. Sinds 1892 verreden. Ze heeft 3 Nederlandse winnaars. Ab Geldermans in 60, Steven Rooks in 83. En wat je moet doen om te winnen, weet ook Adrie van der Poel. Die Luik-Bastenaak-Luik 20 jaar geleden wist te winnen. Nou, in eerste met dit weer veel eten, drinken. Maken dat de benzinetank vol blijft. Misschien je koers een klein beetje afstemmen op andere concurrenten. Alleen ja, Thomas heeft één nadeel. Dat hij alleen weg moet zijn. Ik bedoel, hij kan aardig aankomen, maar ja, je zit hier met gewoon een paar renners. Koenen, gewoon noem ik maar. Valverde, Rebellin, ja, die zijn toch ietsje sneller. Nieuw in het parcours is de Côte de la Roche au Faucon, opgenomen in het parcours om meer kans op een heroïsch man-tegen-man gevecht te krijgen in de finale. Een nieuwe scherprechter zelfs. Het is anders. Saint-Tilman was minder lastig en een brede weg. Daar kon nog heel veel controle van ploegen gebeuren en nu is het anders. Het zal opener zijn daar. Ik denk dat daar al een... ja, toch wel een beslissende wending kan geven aan de koers. De 94ste editie van Luik-Bastenaak-Luik. Vooraf werd gehoopt op misschien zelfs wel het podium door de Raboploeg. Thomas Dekker als zesde, top 10. De andere Rabo's lagen iets verder terug na 261 kilometer koers. En dat is ver. Wat, gewoon, wat je denk ik als jonge renner nog net iets makkelijker aan kunt. En nu kom je net in de finale denk ik nog een beetje hard uit tekort voor die kilometers. Kijk, het is een heel stuk, hè, 260 kilometer. En dan moet je denk ik een aantal keren gedaan hebben voordat je dat helemaal... voordat je daar makkelijk met de eerste mannen mee kunt. Ja, ik denk dat het een vrij mannelijke koers was. Op het laatst was het laat, lag helemaal uit elkaar. En zo wordt Luik-Bastenaak-Luik te zijn. Ja, afzien. Ja, ik was niet super. Maar ik denk, not so bad, no? I'm in good level, no? It's the first important race this season. Ik ben zeer tevreden. Ik denk dat wij als ploeg ontzettend goed hebben gereden. Attractief. Ik denk dat voor de kijker gewoon steeds aanwezig zijn geweest voor in de koers. Ja, op zich ging het wel goed. De benen waren wel oké, maar Mauricio en ik moesten in het begin meespringen. Dat hebben ze goed mogelijk gedaan. Uiteindelijk rijdt er een klein groepje weg. Voor de ploeg was het ideaal, geen probleem. Daarna had ik als opdracht om bij Thomas te blijven. En ik heb zoveel mogelijk mijn best gedaan om daarin hem te steunen. Ik heb de hele dag toch wel redelijk last van mijn maag gehad en weinig meer kunnen eten. En elke keer gal dat er omhoog kwam. Dus ik reed eigenlijk zo lang mee in de groep dat ik gelost werd. Maar op het laatste kwam ik er een klein beetje doorheen en had ik nog redelijk goede benen. C'est la première fois que je connais pas beaucoup le parcours, maar c'est un bel cours. Je crois que je suis content pour finir parce que c'est toujours difficile et très avant dans un course comme ça, maar je crois que c'est bien pour connaître un peu le parcours pour le futur. On verra qu'est-ce que ça passe après quand on a plus d'expérience et peut-être meilleure condition. Mauricio, bijna Mauriske, vond het zwaar, kende het parcours niet goed. Het was ook zijn debuut en komt volgend jaar wellicht terug en hoopt dan op een betere finish.